Dat je weer kijkt. We hadden het er al eerder over. Geen Big Rivers 2020. Eigenlijk ligt het hele festivalleven wel op zijn gat dit seizoen. In ieder geval, hoe is het om artiesten te managen en hoe val je nog een beetje op als artiest zijnde? We hebben het er vandaag over met Emmanuel Spoor van On Track Agency en we hebben het gezelschap te gast. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Thanks. Nou, laten we maar gelijk beginnen. Hoe val je nog een beetje op als artiest in deze tijd? Vraag dat aan mij? Ja, allemaal. Brand los. Innovatief zijn, denk ik. Ja. Nadenken hoe je gezien wil worden en daar toffe dingetjes op bedenken. Ja. Dus we doen online filmpjes, we zijn achter de schermen wat dingetjes op aan het tuigen. Ja, het is denk ik een beetje afhankelijk van wat voor artiest dat je bent. Maar, In jullie geval ook aftuigen? Of, Zeker, ja? Zeker. Ja? Ja. Nee, ja, noem eens wat dingen. Wat hebben jullie gedaan de laatste tijd in deze crisis? Ja, we hebben een coronasessie in de kelder opgenomen. We zijn laatst naar de bibeloog geweest voor een soort van talkshow. Dat was wel gezellig. De presentator was een beetje een wanker. Ja, maar, hoe heet die? Ben ik even kwijt. Nee, maar het is een beetje... Ik doe naast On Track nog een aantal andere dingen. En daarmee zijn we ook de hele tijd bezig met nadenken van nu op in een poppodium of op een weide staan met een biertje in je hand naar een bandje kijken gaat even niet. Nee. Maar heel veel dingen gaan natuurlijk wel. Ja. En er zijn nu een miljard livestreams going on en dat is hartstikke tof. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel andere plannetjes in de maak en andere dingetjes die al uitgevoerd worden. En hoe zorg je dat je daar dan onderscheidend in bent? Want je zegt dat er is wel eigenlijk een beetje een stroom aan livestreams op dit moment. Hoe doen jullie dat anders? Door het toffer te doen. Dat is heel goed antwoord. Ik denk niet dat er een soort van één antwoord is of zo. En ik denk dat daar juist het onderscheidend vermogen in zit. Weet je, ik denk dat je gewoon, zoals altijd, als je muziek gaat maken, ga je dat doen vanuit wat voor type band of act je bent. Ja. En op het moment dat je gekke actie op poten gaat zetten, dan moet je dat denk ik vanuit dezelfde beginwaardes doen of zo. Alright, heel goed. Ja. Hey, in Nederland bewandelen veel bands hetzelfde pad eigenlijk. Hè? Van lokale shows door naar de popronde en dan uiteindelijk naar Eurosonic. Jullie hebben daar iets in overgeslagen. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Is dat ook aan mij? Wie wil, hè? Ik weet niet. Ik denk toch wel dat Emmanuel er voor een stuk achter zat dat wij gelijk door daar naartoe konden. We hadden natuurlijk het geluk dat hij ons altijd managed. Dus ik denk dat hij dat meest over kan vertellen. Ja, ik denk dat we sowieso ook een beetje geluk hebben dat we met Jordi natuurlijk in de band zitten. En die heeft dat pad al helemaal bewandeld. Ja. Zou wat dat betreft een soort van shortcut kunnen nemen. Met maar Delict bedoel je dan? Ja. Maar het brengt ook wel weer druk met zich mee. Omdat we natuurlijk wel in één keer hard genoeg moeten komen om het waar te kunnen maken. Dus het is een mes snijden aan twee kanten een beetje wat dat betreft. Ja, maar ik denk dat het ook alles te maken heeft met de kwaliteit van de muziek waar ze instant mee zijn gekomen. Kijk, heel veel nieuwe formaties zijn de hele tijd zoekende voordat ze het gevonden hebben. En ik ben zelf altijd een groot fan van kilometers maken, zeg maar. En zeker als je een bandje begint en je denkt, wij willen de wereld gaan veroveren, dan lijkt het me heel goed om redelijk snel gewoon wat kroegjes te gaan pakken en daarvan te leren. En deze jongens hadden eigenlijk met hun eerste demo dingetjes al iets in handen waarvan ik in ieder geval en voor mij een heleboel andere mensen ook dachten, ja, dit is iets wat iedereen wil gaan horen. En dan hebben we inderdaad het mazzel dat we met Jordi al een heel traject door hebben gelopen. Dat we met On Track gewoon, ook de financiële middelen hebben om gewoon goede platen in elkaar te zetten. En om er goed artwork aan te maken. En om dat op vinyl te drukken. En om dat goed in de markt te zetten. Om een plugger aan het werk te zetten. Zodat die liedjes ook op de radio terecht kunnen komen, et cetera. En dan kan je een vliegende start maken. Maar ik denk dat wel begint met direct een product in handen hebben. Waarvan je niet denkt, dit is iets wat we aan het bouwen zijn. Maar dit is iets wat al gehoord kan worden. Of zo. Ja, check. Over die producten gesproken, je ziet eigenlijk steeds minder echt albums verschijnen, maar mensen die haken meer in op singles. Hoe denken jullie hierover? Zijn jullie daarmee bezig? Probeer iets te zeggen. het is iets waar een beetje een lopende discussie geloof ik binnen de groep altijd. Klopt, ja. De ene kant wil je daar meedoen, maar ja, aan de andere kant moet je meespringen op iedere hype. Het is altijd lastig, toch? Ja. Weet je wel, het is... Ik denk dat het ook een beetje is welke game zit je in. Ja. Wij zitten heel erg in de lange termijn en in de live game. Ik denk dat die jongens... Paul game.
Dankjewel, Snijp. Nee, maar ik denk dat het gezelschap super tof is om naar te luisteren als je thuis zit. Maar ik denk dat het iets is wat je vooral moet willen ervaren. Absoluut. En ik denk dat als je dat popcircuit goed wil bespelen en niet op een hypeje mee surfen, maar gewoon echt gewoon iets neerzetten en daar structureel aan blijven bouwen, dat een plaat, en of dat nou een grote EP of een normaal album is, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar wel gewoon een verzameling die een identiteit draagt, die in de markt zet, ervoor zorgt dat je daarop echt kan gaan toeren, versus dat je af en toe single gooit en er af en toe opeens heel erg goed valt en er opeens heel veel boekingen komen waar je dan heel snel op door moet schakelen. Weet je, wij bekijken alles echt met een lange termijn. Ja. En daar investeren we ook op. En ja, dan denk ik dat je nog steeds singles moet gooien, maar dan geloof ik wel heel erg in een plaat. Ja. Ja, ik denk dat ergens ook wel gewoon hele mooie zichtbare mijlpalen zijn voor de band. Hè? Van, je hebt dit toch even met z'n allen geflikt, je hebt het toch even gemaakt en dan pluk je daar weer de vruchten van. Ja, dus, ja, dat denk ik. Ik zou zeggen, blijf lekker albums maken. Tenzij dat corona uitbreekt. Ja. Dat geeft wel iets concreets om naartoe te werken, denk ik. Weet je wel, je werkt wel met z'n allen naar één eindproduct en dan kan je daarna weer doorpakken naar het volgende. Dat is misschien ook wel fijn. Ja. Ah, ik denk dat sowieso ook per doelgroep wel afhangt of een album relevant is of niet. Want 14-jarigen die gaan geen hele albums luisteren, maar ik denk... Is dat een beetje jullie publiek? Of, Nou ja, misschien wel. Ja, wij proberen sowieso een beetje een brede doelgroep aan te pakken. Ja, maar ik denk voornamelijk... Ja, mensen van onze leeftijd die komen echt uit een albumgeneratie. Dus ja, voor ons is het wel interessant. LP's ook, hè? Het is toch maar voor de verzamelaar. LP's heb ik niet meer meegemaakt. Dat was wel een tijdje. Nee, maar je hebt, mensen die dat graag verzamelen in ieder geval. Ja, nu is het natuurlijk, nu noemen ze het zwarte goud. Maar toen ik, was het echt wel als singeltjes kopen en cd's kopen. All right. Hey, Emmanuel, jij bent naast het gezelschap ook de manager van Delict. En nog vele anderen. Kees Slijs, meen ik ook. Nee, dat niet. Nou, maar dat vind ik wel heel fout. Dan heb ik dat helemaal fout. Nee, dat is wel iemand die ik heel tof vind en die ik af en toe wel probeer te helpen met dingen. Meedenken over zijn release en zo. Ja, Oké, dus jullie hebben wel een link in ieder geval. Zeker. Ja. Dus naast Onttrek doe ik ook nog de Nieuwe Lichting, waarmee we een heleboel festivals organiseren en zo. En ik boek Kay heel graag, want ik vind het heel tof wat hij doet. Alright. Maar daar is geen... Hoe speel je daar met al die partijen die je hebt? Hoe geef je iedereen dezelfde aandacht die ze verdienen? Of wie heeft het meer nodig dan de ander? Ja, nou ja, kijk, je probeert sowieso de hele tijd vooruit te denken en een planning aan te houden, weet je wel. En daar denk je ook gewoon na over hoe gaan die bands zich tot elkaar verhouden. Zeker als je dan ook nog eens een keer in de bezetting dubbelingen krijgt en zo. Weet je, het makkelijkst leesbare ding hier is natuurlijk gewoon Jordi. Die releases stem je op elkaar af. En daarnaast ben je gewoon constant natuurlijk bezig met... je had het er net al over, hoe blijf je een beetje in de picture of zo, weet je? Urgent te blijven. Ja, kijk, als wij Jordi aan tafel bij een televisieshow krijgen... dan zit daar niet Jordi van Delict of Jordi van het gezelschap. Snap je? Dan zit daar Jordi. Ja, het is gewoon, ja. Dus soms is het is natuurlijk logistiek gezien af en toe wel even goed puzzelen en zo. En ook in de boekingen. Daar hebben we gelukkig Xander van Cloud uit voor. Die daar als echt een bijzonder betrokken partner in zit. Wat heel fijn is. Maar dus, er zit af en toe uitdaging in. Maar er zit natuurlijk ook heel veel dubbele waarde in. Weet je wel? Op het moment dat het met die ene band goed gaat. En we iedereen in de kijker weten te spelen. Dan trek je daar die andere band ook wel weer in mee of zo. Ja, uiteraard. Ja, jongens van het gezelschap, op dit moment zijn er natuurlijk heel weinig optredens, ga ik vanuit. Mocht dat niet zo zijn, vertel het graag. Maar is dit misschien niet juist een hele mooie tijd om ook heel veel nieuwe muziek te maken? Eigenlijk een groot voordeel. Ja, klopt. Ja. Het kwam eigenlijk zo samen dat we ook geen studio hadden. Dus we zijn op dit moment heel erg druk bezig met de studio aan het maken. Indoor hier zo, die is bijna af. Dus, studio indoor? Ja, indoor. Okay, ja, in de kelder. Ja. Ja. En als we daar weer muziek kunnen maken, dan gaan we gelijk weer aan de slag. Dus we proberen wel gewoon het meeste van de tijd te maken. Ja, het is ook wat je zegt, toch? We hebben wel een unicum gekregen van een tijd waarin eigenlijk niks gebeurt. Waarin je alleen maar kan focussen op nieuwe dingen maken. En ik denk als je studio dadelijk af is, dat je daar gewoon 3 tot 4 dagen achter elkaar kan zijn en nieuwe dingen maken. Dat gaat een heel erg nieuw speelveld openen en creëren voor ons, denk ik. Ja, absoluut. Nou ja, ik ben heel benieuwd naar een stukje muziek van jullie eigenlijk. We gaan even live kijken naar een stukje van het gezelschap met het nummer Mambo. Dames en heren, kennen jullie Juno, het beest van Dordrecht, a.k.a. de stadsdichter en de nachtburgemeester van jullie fucking eiland. Juno, doe je ding. Dotse nachten nergens anders, klein en arrogant.
Dort is rock and roll, dort is levenslang. Ik eiland, jij eiland, wij land, samen door de nacht. Nachten die dagen worden onbegrensd en onverwacht. Dort is goedkoop, dort geeft niks prijs. Dort is ons, kent ons, dort, dat zijn wij. Oh, ja, hier is ze maar. Hier is ze met een aardbeienmeester. Ken jij hem? Hoor naar de gang shit, man. Woehoe. Nog steeds, nooit vlak, yeah. Zelf in de hissa. Je weet zelf, hoor naar de gang shit. Leefbaan, wheelhead, scoop! Yes. Okay dan. Aan de rood, zwart is de dresscode. Aan de kant van involveren. Ik ben geen hand met jou aan de zij. We moeten even door de staan in de rij. Oh baby, zij is links voor mij. En ik voor haar. Rollercoaster. Jij doet me pijn als ik je zie met een ander. Maar laat ik even zo niks aan. Zag je hangen met een doel met een potkraag. Ik wil niet gin, doen ik ijs op de mond graag. Handelen, handelen, mama, ia, ia. Dan wint de hoer van de buurt op de kut van Maria. Geen fax geven, dan is hoe die jongs naar de werk. Geen gezes weer in de shit, anders word ik beperkt. Zit in lijf, maar ik heb... Zie je voor die mannen. Eigen plaats, je bent er. Zie je voor die mannen. Ik zie het wel, de nieuwste zie wat erin staat. Je hebt mijn foto's van je heter op Insta. Ik sta liever in de glazen. Slippende. Jij nog liever als je vriendje. Slikkende. Zo op het podium, maar hang je gaan op Pink Pop. Gekke shit als ik mijn ding in de ritstap. Ik heb zo'n vak van de bitch aan de kast zelf. Ben je blijk mee naar de kinkere grachten. Jij loopt achter mijn feiten aan. En ik ben al binnen. Je bent onderweg naar huis. Als mijn feest nog moet beginnen. Ben pas dronken op de avond. Een feestbeest van beroep. Niet uit hetzelfde hout gesneden. Nee, ik ben andere koek. Aan de rood, zwart is de dresscode. Aan de kant waar ik kom binnen. Ik ken geen hand van jou aan mijn zij. We hebben nooit te staan in de rij. Oh baby, zij is een wiks voor mij. En ik voel haar te binnen in een rollercoaster. Ja, ik doe me pijn als ik je zie met een ander. Want ik heb je zo lief schat. Ik sta niet altijd op de lijst, maar kom sowieso binnen. The most, the most. Ik kom niet altijd in de osso, maar kom sowieso in. The most, the most. En ik ben cool met iedereen, maar als ze moet kan ik killen. The most, the most. Niggas, ben een winner. Chop alleen maar 5 stars dealen. Kom binnen en kruip aan je dinnies. We stekken, hand op de boot, dat ben ik. Poe, een nigga wordt moe. We blijven in de club met de kennen, blijf cool. Kom droog zippen met de kerst, blijf cool. Een blik op je chick met mijn oog, blijf cool. Ze twitch met de boven, dit is een ding, dat zijn maar boe. Oh, dan vraag een bitch, boy, pop, zijn de hele fucking crew. En ze weten wie er nog. Dillens! Aan de rood, zwart is de dresscode. Aan de kant waar ik kom binnen. Ik heb geen hand met jou aan mijn zij. Ik hoef never nooit te staan in de rij. Oh baby, zij is een wiks voor mij. En ik voor haar. Zit midden in een rollercoaster. Jij doet me pijn als ik je zie met een ander. Want ik heb je zo lief gehad. Jawel, Bibelo, die zaag zit er goed in. Woo. Yeah. Ken jij mij? Wat? Nou, ik zat er een klein beetje naast, lieve mensen. Je weet dat het een 360 camera is. Wat is dat? Staan, oh. Laat hem gewoon laten staan. Oh, okay. Hij filmt je toch wel. Ja, maar zo ziet hij mij toch niet? Zo ziet hij toch de baan? Ja? Ja. Oké. Okay. Laat dat ding met rust. Lieve kunstminnende mensen. Wat mis ik jullie, zeg. En wat zullen jullie het theater ook missen en de live optredens. Ik wil jullie even vanuit hier, vanuit de auto, want ik moet eigenlijk mijn kinderen thuisscholing geven. Dus ik ben even de auto ingevlucht. Maar ik wil jullie even heel veel lief sturen en alle goeds, geluk en gezondheid. Doei! De nieuwsbrief is terug en beter dan ooit. Vul jouw voorkeuren in en ontvang informatie waar jij als muzikant echt interesse in hebt. Zo blijven we aangehaakt bij alle muzikanten en concertliefhebbers van Dordt en omstreken. Check popcentrale.nl/nieuwsbrief. We spreken elkaar snel. Daar zijn we weer, welkom. Ik wil die, ja. Ik wil die. Hey, vanaf juli mogen er weer 100 bezoekers naar shows komen. Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Hey, hoe zien jullie dat voor je? Gaan jullie dan weer shows spelen? Of?
Ja, ik weet niet, want ik denk dat het heel moeilijk... Ja, dat... Ik denk dat het moeilijk daarvoor is om voor ja, middelmatig aan grotere artiesten nog geld te verdienen. Want je kan maar zoveel voor een kaartje vragen. En met 100 man ja, maak je niet heel veel winst. Dus dan kan je misschien net je barpersoneel en je bewaking betalen. En de zaalhuur. Dus ja, ik heb geen idee of het zeg maar echt... relevant is. Ik denk als we wat aangeboden krijgen, dan zou ik het met alle plezier doen. Want ik wil wel, ik vind eigenlijk optreden ook wel heel leuk. Ja. Dus ik denk als je een aanbod krijgt en hoe je dat in het vat gaat kiezen, dat zie je vanzelf wel. Maar als er natuurlijk een kans is om voor mensen op te treden, en dat zie je dan wel, dat lijkt me in ieder geval leuk om weer te doen. Want dat ja, is toch uiteindelijk waarvoor je het doet. Nou, ik kijk vooruit naar de stage dives. Ja. Gelukkig hoef ik nooit te dijven, toch? Maar je wil ergens natuurlijk ook wel iets verdienen. Zie je het dan voor je om dan voor een lager gage te gaan spelen bijvoorbeeld? Want er is gewoon veel minder geld overal. Ja, ik weet niet. Dat is, nee, je kan toch ook gewoon 3 shows op een avond. ik zit toch op je kruk. Nee, maar wij bekijken alles op de lange termijn. Ja. Weet je wel, ik wil gewoon minimaal 10 jaar met de jongens ergens aan bouwen en miljonair worden, zeg maar. En dan gaan we niet nu op de korte termijn. Dat wist ik ook niet. Wisten jullie niet? Nee, ja. So close. Nee, maar kijk... als jij een hele ingetogen singer-songwriter managt, dan kan ik me best wel voorstellen dat je hele toffe conceptjes nu gaat ontwikkelen om op afstand een intieme setting te creëren, ja. Weet je wel. Deze jongens, het is feestmuziek, weet je. We moeten met z'n allen bier drinken en springen en ik wil gewoon minimaal 5 keer Jordi het publiek in zien springen. En dat gaat gewoon niet met 1,5 meter. Dus wij proberen wat dat betreft gewoon even... even terug te trekken, door te bouwen, nieuw materiaal, nieuwe strategieën, doorinvesteren. En dadelijk gewoon weer te komen. En overigens zijn bijna alle shows die voor dit jaar gecanceld zijn gewoon naar volgend jaar al doorgeboekt. Ja. Dus weet je, hun agenda voor 2021 is eigenlijk al gewoon vol. Dus ja. Dat komt wel weer goed. Dus nu eventjes kut, maar dat, ja, ja. Weet je wel. Ja, we moeten het allemaal nog maar meegemaken natuurlijk. Hey, jullie hebben ook gespeeld in een livestream van Zwarte Lola recentelijk. Ja, dat was leuk. Ja. Dat was echt supergezellig. Dat was een hele aparte livestream, vond ik. Hè? Hoezo? Nou, onder andere omdat jullie erin zaten. Daar maak ik ook wel een mooi showtje van, Tobias. Dat was geen verrassing. Ik vond het wel gezellig. Het was echt zo lekker, een beetje losser. Ja, 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 het voelde super erg, als bijna alsof je gewoon thuis was. Ja, dat is toch super leuk. Gaan er meer van die dingen komen? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Ik hoop het. Heb je wilde plannen, ideeën al? Ik heb altijd wilde plannen. Ja, gooi ze op tafel. Ja, dat ging jij over vertellen. Nee. Ja, het lastige is denk ik dat je maar zo vaak een livestream kan doen met dezelfde tracks. Zonder dat je doelgroep denkt van ja, nu hebben we het wel gezien. Ja. Dus ja, als dit nog een half jaar aanhoudt. Ja, ik zie het niet echt voor me om een half jaar elke week maar eenzelfde livestream te doen met dezelfde show. Weet je? Maar dat wordt een soort rerun gewoon toch? Weet je dan zijn mensen je eigenlijk al zat voordat je weer echt het podium op kan. Er komen nog wat andere dingetjes aan. Dat kunnen we nog niet vertellen, want dat is mega geheim. Contractbreuk en zo. Maar maar serieus, er komen nog een paar hele toffe dingen aan. Oké. Okay. Kun je wel iets vertellen over wat voor nieuwe manieren van inkomstenbronnen jullie van plan zijn te genereren? Je hebt bijvoorbeeld een hoop bands die nu heel erg bezig zijn met merchandise en shirts. Hoe zit het bij jullie? Nee, ik ben het businessmodel. Dus wat ik zeg, dat is echt even lange termijn. Oké. Okay. We weten wat er volgend jaar allemaal binnen gaat komen. En dat is nu gewoon proberen niet onzinnig veel geld uit te geven. En ik ga liever zeg maar investeren in dadelijk toffere shit te kunnen doen. Ja. Dan nu al onze tijd bezig zijn om een soort van kruimeltjes binnen te halen. Ja, precies. Ja, dat heeft niet zoveel zin. En dat is ook omdat we de luxe hebben dat het kan, hè? Weet je wel. Dus, ja. En jullie, iedereen die dat wel doet, hoor. Jullie krijgen allemaal de prachtige steun, ook die we niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar iedereen die kan wel een beetje genieten van steun van de regering? Of, sommige mensen in onze groep werken, dus die kunnen het niet aanvragen, maar daar hebben ze een hartje over, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, en anderen wel, dus ja. Dus we komen allemaal rond, denk ik. Nou, nog in ieder geval. Het is in ieder geval genoeg ruimte om... in ieder geval proberen rond te komen. Dat is, Je doet een poging. Ja. Wij gaan even kijken naar een stukje van een sketch van Joey.
We zijn vandaag bij het Hof van Nederland. Wat in 1275 is begonnen als een Augustijnenklooster, noemt men vandaag de dag het Hof van Nederland. Serieus, joh? Ik dacht dat dat te maken had met, hoe heet die Flippo? Precies, ah ja. Niet. Jammer. Na jarenlang onderdrukt geweest te zijn door de Spanjaarden. In Spanje schijnt altijd de zon. Had Nederland behoefte aan hulp. In 1572 vond daarom hier de eerste Vrije Statenvergadering plaats. Waarmee de politieke positie van Willem van Oranje werd bevestigd. Nederland vocht terug, tot grote frustratie van de Spanjaarden. Trommel, trommel, trommel! And in the morning it speak to his heart and come the evening she tell him a story and it would bring up... Wie moet ik nou weer voorstellen? Oh. Sinds begin 16e eeuw kent Nederland vrijheid van godsdienst. Ook dat is gestart bij het Hof van Nederland. Let you my follow your star. What the goals in your heart. Let you my follow your star. Let you my... Gelegen aan het Hof van Nederland vind je een uniek museum. We gaan even binnenkijken. Comes a time when a boy must reach manhood. She had helped him as much as she could. All the while in the face of the wide world, he heard a voice and he knew he'd been called. Do not follow your star. What are goals in your heart? Do not follow your star. Do not. De culturele historie van Dordrecht komt perfect tot zijn recht in dit unieke museum. Van prachtige schilderijen langs monumentale kunstwerken. En er is een touchscreen. Here's the words at the back of his mind. Let you my follow your star. What the goals in your heart. Let you my follow your star. Let you my... Let you my follow your star. What are goals in your heart? Let you my follow your star. You... Kortom, het Hof van Nederland is een prachtig museum om een keer een kijkje te nemen. Welkom terug. Heren, Spotify bestond afgelopen week 10 jaar. En ogenschijnlijk is het... Ja, ja. Er is misschien niet heel veel veranderd in de tussentijd. Maar alles draait wel om een uitgebreide muziekbibliotheek. Hoe belangrijk is Spotify voor jullie geweest? En nog steeds? Als gebruiker als mens? Of als artiest? Allebei. Ja, ik weet niet. Ik ben eigenlijk pas denk de afgelopen jaar, twee jaar, een beetje erachter gekomen met die hele recommended en weekly. En ben ik eigenlijk pas best wel recentelijk echt ingekomen. Maar als artiest zijnde gebruikt, ja, sinds dat het er is eigenlijk. En ik denk dat het nu relevanter is dan ooit. Want iedereen zit thuis, iedereen zit te streamen. Dus ik ben een voorstander. Ja, persoonlijk ken ik het ook pas. Eigenlijk twee jaar heb ik pas een abonnement. Toen ik in de popstralen ging werken, dan moet je een beetje muziek op gaan zetten natuurlijk. Die Recommended for You, ik vind dat prachtig. Je ontdekt heel veel nieuwe dingen. Die Discover Weekly ook. Ja, precies. Dat is super vet. Hebben jullie een beetje luisteraars op Spotify? Ik heb het lang niet gecheckt eigenlijk. Ik ook niet. Als gezelschap heb ik het al een tijdje niet gecheckt, moet ik zeggen. Maar... Nee. Nou ja, het loopt redelijk. Ding is een beetje, kijk, zij zitten niet in die non-stop stream generatie, zeg maar. Die 13-jarige grilmeisjes, dat is niet echt hun game of zo. maar ik denk dat je ook heel erg moet kijken naar de waarde van een stream. Tenzij dat je echt hoopt op je streams echt serieus geld gaan te verdienen. Dat is natuurlijk maar voor een paar mensen weggelegd. Ja. En ik denk dat wat je bij hun ziet, die streams lopen gewoon redelijk. Dat gaat nooit miljoenen streams worden ook. Maar is dat achter die streams betrokken mensen zitten, zeg maar. En die mensen die bereiken we wel ook via Spotify. Dus ondanks dat daar geen miljoenen streams zijn... en ik denk ook niet, tenzij dat ze toevallig een keer echt een hitje schrijven... dat dat ooit echt heel erg zo gaat zijn...
is die waarde voor die band heel erg hoog. Okay, dus je hebt niet het gevoel dat je, omdat iedereen het doet, dat je maar gewoon mee moet doen of zo. Dus eigenlijk, je haalt er wel echt je voordelen uit. Ja, zeker. Ja, okay. Ja, tuurlijk. Ja. Awesome. Hey, de laatste vraag is voor jullie. Bedankt dat jullie er waren. Ja, ik heb voor jullie nog een paar heel persoonlijke vragen. Okay. Juno, wat is je meest favoriete plaat op het moment? Wat luister ik het meest? Als je het nog niet weet, kan je hem ook door... Ik heb sinds Wildenburg vorig jaar ben ik nog steeds op die... Die Feel the Love van Kanye West, Kid Cudi, hoe heet die ook alweer? Diggy? Kitsy Ghost. Kitsy Ghost, juist. Ja, Feel the Love, ja, die kan ik blijven luisteren. Ja. Ja, man, gewoon dat kan je op een gegeven moment gewoon... Het is een... Weet je, dat die helemaal gek gaat gewoon... helemaal lekker op, gewoon. Dat vind ik geweldig. Ik wil er ook wat mee doen met dichten nog. Gewoon, ik vind het leuk. Alright, gewoon, dat verwacht ik niet de eerste keer dat ik hem luister. En die verbazing blijft me altijd terugpakken. Dat, ik ga er gewoon, weet je wel, gewoon, weet je, dat je in één keer gewoon zo'n explosie jezelf los kan maken, vind ik heerlijk. Het is tot nu toe de meest hartveld antwoord op deze vraag. Show van Bibelo, dankjewel. Ja, maar dat is toch gewoon niet. Kan je dit overtreffen, Deon? Ik weet niet, ik luister dat nieuwe album van Tame Impala, die vind ik heel tof. Mijn vak de naam niet eens weten op het moment. Dat is oké. Kan je een stukje voordoen? Nee, is oké. Immanuel? Ik ben echt... Wat? The most. Nee, ik ben eigenlijk heel weinig nieuwe muziek aan het luisteren deze corona-heid. Terwijl ik altijd heel erg van de nieuwe muziek ben. Ik zit echt heerlijk lekker op de oldschool song te gaan met dit zonnetje. En als het straks weer kan, welk concert zou je heel graag als eerste willen bezoeken? Nou, op 3 oktober heb je in Rotterdam een festival staan. Dat heet Festival Downtown. Oké, hey. Prima. Daar ga je zonder enige discussie of wat dan ook de hardste line-up van alle festivals van Nederland van dit jaar zien. Waaronder? Het gezelschap schijnt daar te staan. En de edit die had... Nee, maar serieus, er zijn nog geen namen naar buiten. Programmering staat al wel, dat gaat echt iedereen... Dus blok die datum in je agenda. All right, heel goed. Nog een aanvulling of is het... Nog een aanvulling of is precies hetzelfde antwoord? Ja. Ja. Gewoon ja. Ja. Wat zeg ik ja nu? Ben je lid geworden van iets? Nee, of je iets anders dan Downtown leuk vindt. Dat was niet de vraag. Waar kijk je naar uit, toch? Ja, welk concert zou je graag willen gaan bezoeken? Ja, ik weet niet. Rage Against the Machine of zo, maar ja, die zijn ook niet eens meer bij elkaar. Maar lijkt wel heel tof. Nou ja, ik stel, niet, stel dat. Het kan allemaal. Ja, het lijkt me heel tof om even gewoon echt een hard festival, waar gewoon iedereen springt, weet je. Maar wel dicht bij elkaar, geen mondkapjes. Ja, liefst wel, maar dat moet wel kunnen. Maar zo'n festival met 100 man of zo, ja, ik weet niet. Van die pakken, weet je wel, die ze altijd hebben bij die kerncentrales, dat je allemaal zo'n pak staat. Space, of gewoon een astronaut. Ja, zo. Heren, bedankt. We gaan nog even... We gaan nog even een stukje muziek van het gezelschap kijken met het nummer genaamd Het Gezelschap. En dan gaan we nu verder met een gedichtje van Juno, de stadsburgemeester van Dordrecht. Dankjewel. Kev. Ken jij mij? Mis mezelf soms. Vind mezelf vaker. Ik leef dit. Ben mijn eigen maker. Ruik als een kroeg. Zie eruit als een kater. Claim mezelf uitmuntend. Natuurlijk kom ik hier vaker. Iedereen aan de kant, deze shit is gangster. Ik ben de boef uit de comics. Ik ren voor mijn coins, krijg credits net zo nu. En dan met me bezig, ik heb het wel gehad. Sipi is de gleestra. Youngster, dan is die bomben klaar. Die van de Henny op de grijze gas. Jij doet interessant met je money, maar je maakt niet eens een schuiven kop. Je bent nog niet daar, maar voor je het weet ben je de grijze man. Boogjes, weet er het bijna en het fijne voor. Hou het relax, ik zet het op een loopje. Twee halen, één betalen is een koopje. Juno heeft de jus, Diggy heeft de gin. Captain heeft de brrr, maar jongen, we get it in. Baby is verdrietig, ze ziet hem niet zitten. Genieten van het eten, samen in de hitte. En als je ooit gelukkig wordt, dan hoop ik dat je wel dan. Juno groeten doet aan het gezelschap. Ik ben op mijn bol, ze weten hoe ik rol. Je boy is zo direct voor een rolie op de pol. Kan me winnen in de nacht, scheming. Ik ben aan het werk, jullie zijn op heavy dreaming. Werk aan de winkel, fiets en feeding. Zwaar in extase, hoofd aan de feeling. Ik heb wat je wil, mijn shit is the realest. Ben je hoop, schat aan jouw betoog. Wanneer je komt bij mij, dan komt de duivel uit de doos.
shows. Je wist voor wat je koos, je wist van wat je kiest. Leren gezelschap, kom strakker aan je bak, pak. Ben met Gino in pak, dit top, top, get. Jank staan, hou hem recht op. Ben on the move, baby, come and try, catch up. Geef geen fuck, yeah, baby, je hebt gezelschap. Oké, okay, dan dames en heren, we hebben Kevin Stomp de Boevrie. Make some noise voor de Kevin Stomp. Maar baby doet oeh, waar moet je nou naartoe? Een soort van zakenman, maar always on the move. Bitch, ik ben een player, zit midden in the game. Maar in mijn hoofd ben ik helemaal alleen. Altijd onderweg, ja. Always on the move. Ik ben altijd onderweg, ja. Always on the move. Ik ben altijd onderweg, ja. Always on the move. Dames en heren, we hebben hem meegenomen. Hij heet ook wel eens de hit met Hanna. Hij woont nu in de 078. Disco Snipe! Disco Snipe Jack. Rock'n'roll on right back. Nieuw plek, links, rechts, schoffen door mijn like that. Dick check, seam check, oeh yeah, you the man. Gas, Thomas, D en Stomski zijn de Superman. Oh, gezelschap, ik ben superfan. Rock op de plaat in de back met een hooligan. Die met z'n steens op de beats is een goeie. Check mijn voeten bij de non-stop. Running man, en we running man, rollen door de zee met de seas die geen ander heeft. Rock and roll jazz, spoken word en wat fuck je zegt. Als je niet begrijpt, luister dan naar wat stap je zegt. Ik ben onderweg met een Ranja fles. Ik heb nog limo voor je baby. Zeg fuck dat, wat ben je aan het doen? Maar baby doet oeh, waar moet je nou naartoe? Soort van zaken man, maar always on the move. A bitch, you better play ya, ze binnen in de game. Maar in mijn hoofd ben ik helemaal alleen. Altijd onderweg, ja. Always on the move. Altijd onderweg, ja. Always on the move. Ik ben altijd onderweg, ja. Always on the move. Ik weet niet beter dan dansen op de groove. Yes. Yes. Wil iedereen bedanken van Pimelo, die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Dankjewel voor het uitnodigen van het gezelschap. Ik ben Diggy, dat was Jordi, dat is Disco Snipey, Kevin Stam de Boevrie, Juno de Nachtburgemeester en Deon. Dank jullie wel. Vergeet ons niet te volgen natuurlijk. Like en share en schrijf je in voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte bent van de volgende aflevering.